De opera van Gent. Niet weg te denken van de kouter. Maar er was een tijd dat hier alleen een circustent stond. En daarvoor stond hier een manege. En daarvoor een wei. Maar wacht, ons verhaal begint niet hier, maar bij de oude Grieken. Zij zetten hun theater op muziek. Pas eeuwen later vonden de Florentijnen deze gezongen teksten terug. Ze gebruikten die als inspiratie voor een hele nieuwe totaalkunst, waarbij muziek, dans, theater, architectuur en beeldende kunsten in elkaar overvloeiden. Opera was geboren. Enfin, het zou nog tientallen jaren duren voor de opera ook in onze gewesten voet aan wal zette. 1683. Madame Joanny. Tragisch weduw geworden, zong opera in haar eigen rondreizend gezelschap. Maar de Gentse bisschop Albert de Horne verbood haar om Gent binnen te komen. Opera met zijn verhalen van liefde, bedrog, passie en moord, en dat op niet gewijde duivelse muziek. Hij sleepte haar voor de kerkelijke rechtbank. Maar Joanny won de zaak en werd zo de eerste heldin van de Gentse opera. 1689. De manege op de kouter leek de beste plaats. Paarden buiten, publiek binnen en showtime. De voorstelling Thésée. Een spektakel met 40 spelers en gigantische decors. En heel veel kaarsen. Thésée vertelt het onwaarschijnlijke verhaal van Aigeus, de koning van Athene. Die wil trouwen met prinses Aigele, terwijl Medea eigenlijk wil trouwen met de jonge knappe soldaat Theseus. Maar, en nu komt het, Theseus is verliefd op Aigele. Oh, toestanden! Medea probeert met toverkracht die twee uit elkaar te krijgen en Aigele te verbannen. En ze probeert koning Aigeus te overtuigen dat hij Theseus moet vermoorden omdat hij een bedreiging is voor zijn troon. Hoewel zij dus ontzettend verliefd is op hem, de vuile sluwe. Was het een dronken toneelknecht, een slecht gedoofde kaars of was het de laaiende passie? In elk geval, in 1715 brandde het gebouw in één nacht tot op de grond af. De opera was dakloos. Ze kregen een podium in het Gangsken. Een oude kapel met een steegje als ingang. Niet echt de ideale plek voor een groot spektakel. En dit terwijl op de verbrande ruïnes aan de kouter een Italiaans circus zijn tenten opsloeg. 1736. Stad Gent kon dit niet langer aanzien. Er moest weer een theater komen met grandeur. De boogschuttersgilde Sint-Sebastian gooide het geld op tafel en architect Bernard de Wilde ontwierp de elegante Sint-Sebastiaans-schouwburg. En zo vrees op de kouter de eerste echte Gentse opera. De schouwburg werd een groot succes bij adel en bourgeoisie. Al wie iemand was of wou zijn, ging er naartoe. De zangeressen waren vooral minnaressen en het publiek was vooral met elkaar bezig. Wat op het podium gebeurde, was eigenlijk maar bijkomstig. Zelfs dit vreemde instrument, de serpent, klonk te bescheiden om hier iets aan te veranderen. Als het regent in Parijs, druppelt het in Gent. De Franse revolutie schudde alles door elkaar. Alle gilden, ook die van Sint-Sebastian, werden afgeschaft. De opera werd openbaar. Eenmaal, andermaal, verkocht. Aan de man met snor en hoge hoed. 1794. Advocaat Piers koopt de schouwburg en noemt die, bescheiden als hij was, de Piers-schouwburg. De voorstellingen zijn van een erbarmelijk niveau. Het werd zo erg dat Piers boetes ging uitdelen aan zangers die hun tekst niet kenden. En spelers opsloot als ze ondermaats presteerden. Het publiek kreeg zelfs het recht om tijdens de voorstellingen zangers weg te stemmen. 1837. Het aftakelende gebouw voldeed niet meer. Stadsarchitect Roeland mocht een nieuwe schouwburg bouwen. Hij ging op studiereis en raakte in vervoering van de Franse stijl. En zo ontstonden de plannen voor zijn Grand Théâtre. Het kroonjuweel van een nieuw industrieel Gent. Een paleis voor de kunstminnende textielbaronnen. 1840. De weken voor de opening waren hels. Muzikanten repeteerden op het ritme van de hamers en zangers stikten in het stof. Maar de nieuwe schouwburg werd een van de mooiste van Europa. Vooral het interieur was adembenemend.
De Parijse decorbouwers Humanité René Philastre en Charles-Antoine Cambon werden de helden van de opera. Hun plafondschilderingen waren zo realistisch dat het leek alsof er geen dak op de schouwburg stond. Vergezichten van dorpen en valleien, oceanen en tempels leken eindeloos ver weg en vormden dé ideale setting voor dramatische sterfscènes. Na het applaus voor Philastre en Cambon verliet het gros van het publiek de zaal. De nieuwe schouwburg beantwoordde volledig aan de verwachtingen van die tijd. De rijke klasse en het gewone volk kregen elk een eigen ingang, een eigen loket, eigen trappen en een eigen vestiair, zodat ze elkaar nooit hoefden tegen te komen. Het verwarmingssysteem was vooruitstrevend. Gedaan met privékacheltjes in de loges en het bos van schoorstenen op het dak. Het gebouw werd nu op stoom verwarmd. Een hele vooruitgang. Maar de decoraties hadden eronder te lijden, zodat er al snel gerenoveerd moest worden. Ach, sinds de dag van de opening is er aan het gebouw gespijkerd, geschaafd, gehamerd en geschilderd. Het werd een verhaal van renovatie na renovatie. Even leek het erop dat de schouwburg voorgoed verloren was. Het gebouw verkeerde in zulke slechte staat dat het gesloten werd wegens brandgevaar. Er werd gedacht aan slopen. Slopen? Nee. Samen met Antwerpen fuseerden ze tot de Vlaamse opera. En die koos voor een grondige renovatie. In 1993 opende de Schouwburg opnieuw zijn deuren. Het is een lange reis geweest. Een beproeving. En nu is de opera eindelijk thuis in Gent.